Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel van deze video kan zien, ga ik vandaag lekker opruimen, organiseren. Ja, best wel veel werk is er aan de winkel, want ik ga vandaag mijn kledingkast opruimen en helemaal herfstproof maken. Ik film dit nu nog eventjes in mijn eentje, maar Tara komt straks hier naar mijn huis om me te helpen met filmen, om me te helpen met opruimen en organiseren. Dus het wordt gewoon een gezellige middag en ik heb er heel veel zin in om gewoon lekker mijn kast weer helemaal op te ruimen en ready te maken. En vooral om te kijken wat ik in mijn kast heb zitten voor deze herfst en winter en wat ik misschien nog nodig heb. Dus als je ook motivatie nodig hebt om je eigen kast onder handen te nemen en als je het leuk vindt om dit soort organisatievideo's te zien, blijf dan vooral kijken. Geef hem ook alvast een duimpje omhoog. En laten we gewoon vooral beginnen. Nou, zoals je kan zien is het hanggedeelte best wel vol. Eigenlijk iets te vol naar mijn smaak. Want soms kan ik niet eens helemaal goed zien wat erin zit. Dus hier gaan we best wel wat dingetjes weghalen. Het hangen is wel het favoriet van mij. Want dat vind ik toch altijd het chillst om alles te zien. En dan heb ik hieronder ook wat stapeltjes met kleding. En dit is bijvoorbeeld een stapeltje met korte rokjes en korte shortjes. Dus dat is natuurlijk super zomers. Dus dat gaan we sowieso aanpakken. En dat gaan we lekker opruimen. Hieronder heb ik dozen zitten. Dit is een doos met zomerkleding. Dus die ga ik naar onder doen. En deze doos zit mijn pyjama's en chillkleding in. Dus dat is echt wel iets voor de herfst en winter. Dus die ga ik weer naar boven doen, zodat ik daar wat makkelijker bij kan. Ik moet ook deze twee zakken niet vergeten, want ik weet dat hier hele dikke wintertruien in zitten. Dus daar ga ik ook alvast naar kijken of die eruit kunnen worden gehaald. Dus ik denk dat dat de allereerste stap is. De hele kast leegmaken. En dat lekker op mijn bed leggen. Tijd om te beginnen. Oké, dus dit is alle kleding die je gaat uitzoeken. Wat denk je als je kijkt naar die stapel? Ja, dat het veel te veel is, omdat ik het echt niet wil. Maar ik zie wel veel kleur, daar moet ik op zich wel trots op zijn. Ja, nu je het zegt, is het zeker wel... Als je niet heel veel kleur draagt, dus dat is wel bijzonder. Van wat is dat dan en waarom heb je het nog? Ja, en inderdaad, heb je... Ligt hier nu kleur, maar eigenlijk draag je het niet. Ja. Waarschijnlijk. Ik heb hier aan de zijkant twee bakken neergezet. Of twee dozen. Eentje is voor de ja-stapel. Dus de items die ik gewoon ga houden. Maar waar ik dus nog een ander plekje voor moet vinden. Dus of de kast of storage of wat dan ook. En ik heb ook nog een andere doos. En dat zijn de... Ja, daar komen de items in die ik ga doneren of verkopen of wat dan ook. Zo, de stapel die je hier nu ziet is de stapel die in de nee-doos heeft gezeten. Dus hier zitten de kledingitems in die niet zo heel erg mooi meer zijn. Die worden of gedoneerd of ze worden gewoon weggegooid. Of er zitten kledingitems in die ik gewoon eigenlijk helemaal niet draag of die ik niet zo goed vind passen. En die ik dus ga verkopen bijvoorbeeld op onze Shop or Closet. Of ik geef het weg aan bijvoorbeeld mijn moeder. Dit is bijvoorbeeld een hele mooie jas. Deze is volgens mij officieel van mijn vriend geweest van American Apparel. Maar het is echt maat XXSXS. Dus geef het ons, past hier in. Maar deze ga ik denk ik gewoon online zetten, want het is wel echt een super mooie en klassieke jas. Dit is een trui die misschien wel... Ja, deze moest je wel in outfitfoto's op onze blog hebben gezien, mis je onze blog natuurlijk volgt. Want ik heb deze trui heel vaak gedragen, maar hij is gewoon daardoor best wel smoeselig geworden. Deze lange brede mouwen zijn niet altijd heel erg handig in de winter, dus ik weet dat ik deze niet heel vaak onder een jas droeg. Niet zo makkelijk en hij is gewoon niet echt meer wit. Ik denk niet dat deze er echt nog in zo'n mooie status dat ik het kan verkopen. Deze broek bijvoorbeeld dan weer wel. Dit is een hele leuke leren broek, maar ik merk gewoon dat ik hem niet zo heel erg vaak aan heb. Dus deze gaat op de verkoopberg. Zelfs voor deze trui. Ik vind hem wel heel erg leuk omdat hij lekker rood is. En rood is mijn lievelingskleur. Maar ik heb al te veel truien die ik wel ga houden. En hetzelfde voor deze gele trui die ik ook heel erg leuk vind. Ik ben een beetje aan het twijfelen wel. Dus ik denk dat ik zo meteen een second opinion van daar ga vragen. Deze trui is wel echt super chill. Die heb ik ook heel vaak gedragen. Maar ik denk dat ik nu inmiddels na al deze jaren. Ik denk dat ik hem al 5 jaar heb. Er een beetje op uitgekeken ben. Ook hier twijfel ik een beetje over, dus dan ga ik zo meteen even checken. Maar ik moet zeggen, de meeste dingen die hier op deze hoop liggen, die zijn gewoon items die ik niet echt draag. Dit is bijvoorbeeld ook een superleuk jurkje. Of zolderjurkje met een klein beetje doorzichtige stukjes erop. Ik weet niet of je het kan zien. Maar ik heb deze gewoon de afgelopen zomer gewoon niet gedragen. Dus dat is gewoon heel erg zonde. Dus deze ga ik verkopen. Oh, dit is een supermooi shirtje. Draag ik ook niet.
Maar deze ga ik aan mijn moeder geven. Want ik weet zeker dat dit een topje is die zij heel erg leuk vindt. En hetzelfde voor, denk ik, deze trui. Ik denk dat zij deze trui ook heel erg leuk vindt. Die ken je misschien nog wel uit een van mijn ASOS shoplogs. Maar ik draag hem gewoon veel te weinig. Omdat ik toch liever voor zo'n basic trui kies. Dus deze ga ik, denk ik, dat mijn moeder ook heel erg fijn zal vinden. Hetzelfde voor deze trui in Bordeaux. Die is ook lekker warm. Maar ik merk gewoon dat ik hem ook niet zo heel vaak draag. Dus die ga denk ik ook naar mams. Dus mam, mocht je dit kijken, ik heb wat leuke items voor je. Oké, het is echt heel erg. Maar ik heb dus nu de nee-stapel heb ik nu behandeld. Terwijl eigenlijk de ja-stapel 2 keer zo groot is. Maar ik heb honger gekregen. En Tara had gelukkig ook honger. Dus ik ben nu al pauze aan het nemen. Maar dat geeft niet, het is nog redelijk vroeg vandaag. En wat super chill is, is dat ik heel veel leftovers heb. Dit zijn Indo snacks. Oh, hier lag er nog één, die ligt daar. Indo snacks, dit is Indo food. Nog meer Indo snacks, koepoek, satéetjes. Ik heb ook nog Chinees, dus het is echt een walhalla van restjes hier. Maar daar houden we van. Yummy! Dus we gaan gewoon lekker even allemaal dingen opwarmen. En onze buikjes vullen, want ik ben een beetje trillerig. En dat kan natuurlijk niet, hè, als je zo... Nee, dan maak je slechte beslissingen. Ja, precies. Ja, dan ga je overhaaste beslissingen maken. En dat wil je niet. Om, nom, nom. Ik heb natuurlijk weer veel te veel gepakt. Maar dat heb je altijd als je lekkere restjes hebt. Eet smakelijk. 6 hours later. Oké, dus dit is de ja-stapel. Dat is dus de stapel met alle items die ik ga houden. En zoals je kan zien, het is... best wel veel, maar er zitten natuurlijk ook nog heel veel zomeritems bij. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk deze stapel verdelen in wat gaat in de kast gaat hangen. Wat in de kast gaat opgevouwen worden, wat zomer is. En ik heb hier nog een ander klein bakje. En daar ga ik mijn outfits in doen die ik mee op vakantie ga nemen. Want ik ga toevallig nog op zomervakantie. Dus een paar dingen van de zomeritems gaan nog lekker mee op reis. Kijk, dit is dus truien. Dit wordt de vouwstapel wat in de kast gaat. En dan zelfs voor... ja, waarschijnlijk wordt het echt weer te veel truien. Ik zie het echt nu al. Kijk, ik heb ook heel veel glitterspul en pailletten. Dat ga ik gewoon nooit wegdoen. Want het is echt... dit heb je zo nodig voor de kerstperiode. Maar ja, dat heb ik echt natuurlijk niet helemaal nodig. Dus dat moet weer ook in een soort van aparte... Kan dat niet gewoon bij de opbergruimte, dat je opbergt zomer- en feestkleding? Ja, ja, soort van, hè. Dit zijn allemaal crop tops. Nou, deze kennen jullie nog uit de laatste video, de vorige video. Deze ga ik alle... is het overdrijven als ik alle mij allemaal meeneem? Ja. Het is echt overdreven. Het zijn 2 witte. Oké, dus dit is wat er overblijft. Aan deze kant, dit is allemaal vouwkleding. Wat, heb je het nou ongevouwen op de stapel gedaan? Yeah, dus we moeten het netjes doen. Oké, dit is de vouwkleding. Dit is de hangkleding. En dat is echt veel minder dan ik had verwacht. Allemaal zomerkleding. Maar we gaan veel op reis. Vaak naar warme bestemmingen. Dus het is niet heel gek. En dat is ook zomerkleding. En dat is ook zomerkleding. Dus het is wel veel. Dan is het nu tijd om alles in de kast te gaan doen. Ik denk dat voor het oog, omdat je een open kast hebt, dat op kleur wel fijn is. Ja, precies. We zijn al een heel eind. Er is even net even de boel afgestoft. En we hebben wat kleding erin gehangen. En zoals je ziet is het al een stuk minder. Maar nu moeten we nog wat aanpassingen maken. En we hebben toch de dozen onderaan even aangepakt. Want wat is dit sowieso voor doos? Dit is de chill doos. Dat is zeg maar de pyjama dingen eigenlijk. Deze kant is de broekjes. Leggings. Joggingsbroeken. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Oh ja, en er zit ook een oranje t-shirt bij. Een leeuwen trui t-shirt. Maar ja, als we dan ook nog een keer gaan meedoen met het EK, dan wil je wel iets hebben. Hè? Als we ooit nog mee gaan doen. Ja, ik heb een idee. Laten we dat shirt bijvoorbeeld bij de feestkleding doen. Want wanneer is nou EK? Dat duurt echt nog heel lang. En het Koningsdag ga je hem ook niet dragen. Laten we even eerlijk zijn. Ja. We zijn er bijna doorheen. Ik vroeg net aan Larissa van wat ligt daar? Wat ligt daar in de hoek? Wat is dat? Zegt Larissa. Dat is de pyjama-mand. Maar dat is de pyjama-mand van de kleding die op dit moment gebruikt wordt. Dus ik heb daar een broek in, een trui, t-shirt. En we hebben net gewoon een doos, de grootte van dit, helemaal gevuld met chill kleding. Ja.
Dus hoeveel chillkleding wil je hebben? Te veel! Maar je mag het zelf weten, maar het is wel veel. Ja, het is en heel ik veel. Ik weet ook niet waarom die man staat daar ook best wel rommelig op. Ik dacht dat dat vuile was. Als je gewoon blij wordt van al die spullen, dan zou ik het ook gewoon houden. Ik heb wel wat dingen weggedaan. Does it spark joy? Dat is de vraag. Ja, het is veel, I know. Maar ik bereid me gewoon voor op cozy nights in, zeg maar. Dit zijn alle kledinghangers die over zijn. Dus die Larissa niet meer in gebruik heeft. Tadaa! Dit is het eindresultaat. Nou, ik denk dat je wel heel goed kan zien dat het veel minder druk is. Dat er veel minder spullen zitten. Nou, hierboven, zoals we jullie hadden verteld, hebben we dus meer wat zomeritems in liggen. Dat is een foundationvlek van mijn hoofd, want... Die tas was op mijn hoofd gekomen. Het was echt heel erg. Maar het is best wel moeilijk om deze daar bovenop te krijgen. Vooral als ze best wel zwaar zijn. Dus top. Foundation vlek. Dus deze twee. Hier zit dus wat zomer en strandspul in en dergelijke. Dat hebben we dus nu eventjes niet meer nodig. Gaan we dus nu hier naar het hanggedeelte. Wat je hier ziet zijn meer casual t-shirts. Korte mouw, ook een beetje halve mouw en iets langere mouw. Maar dit is dus allemaal super casual. En ik heb het wel nog op kleur gedaan. Maar dus... casual. Dit is wat netter. Dit zijn tops die wat... Het zijn echt meer van die blouses, zeg maar. En die heb ik ook op kleur gehangen. Dit zijn de jasjes. Dus een vest, een furry jasje en andere dingetjes. En dan heb ik hier nog wat broeken hangen. Dus het zijn gewoon van die flares broekjes. Ik heb mijn Adidas broek hier. En mijn panter broekjes. En als je dan naar onder gaat. Dit is een stapel met... heel veel zwarte truien. Maar dat zijn sweater dresses. Met een printje dus. En wat basic trui. En dan nog één witte trui van Vans. Heb ik hier mijn Balenciagas neergezet. Want die hebben gewoon een plekje mooi nodig in de kast. Om ze een beetje te displayen. Dit zijn mijn broeken die hier liggen. Ik heb er twee in de was gedaan. Want die moesten toch even gewassen worden. Ik heb wat zwarte broeken. Ik denk dat ik op een gegeven moment nog twee weg ga doen. Maar... ja, voor nu laat ik het nog eventjes zo. En ik vind het wel heel erg fijn dat dit gewoon lekker helemaal leeg is eigenlijk. Het zorgt ervoor dat het net wat rustig is voor je oog. En als je zo dus naar dit gedeelte kijkt, zie je dus ook gewoon de achterkant van de kast. Waardoor je gewoon echt ziet van dat er niet te veel hangt, wat heel erg fijn is. Nou, hieronder hebben we ook nog het een en ander aangepakt. Het lijkt misschien niet heel erg anders, maar het is wel zo. In deze doos zit de kleding die ik mee ga nemen misschien op mijn vakantie. Ik ga over een paar dagen weg. Jullie zien dit zondag. Nou, de dag nadat jullie dit zien ga ik weg. Dus dit is dan allemaal weg en het zit als goed is in mijn koffer. Hieronder zitten nu al mijn sportspullen. Dus dat vind ik wel heel erg fijn dat het allemaal nu bij elkaar is en dat het niet meer in de kast hing. Want het nam toch wel heel veel plek in. Mijn zonnebrilletjes. Ik heb hier wat van die rollers liggen om haren van je kleding af te halen en dat soort dingen. Nou, dit is dus de chill kledingdoos. Het is wel echt heel erg veel. Misschien moet ik er toch nog even een keer een beetje wat meer weg gaan krijgen. Maar op zich, de doos gaat dicht. Dus dat is op zich wel heel erg fijn. En hieronder, dit is ook een nieuwe doos. Dit is een doos met nog meer sweaters. Maar dit zijn de sweaters die wat warmer zijn. Dus echt wat van die dikkere, wollere sweaters. En die ga ik eruit halen wanneer het echt in één keer wat kouder gaat worden. Maar ik vind het wel heel erg fijn dat deze dus nu al bij de hand liggen. Mocht het in één keer... heel snel koud worden, dan kan ik ze hier vandaan halen. Maar in principe, als we kijken naar deze temperaturen die we nu hebben, heb ik alleen deze nodig, want die zijn wat dunner en wat minder winter, zeg maar. We zijn nu ongeveer 3,5 uur verder sinds het moment dat ik begon met het opruimen van de kledingkast. Dus het kost altijd wel echt heel wat tijd. Je hebt er zeker wel een hele middag voor nodig. Misschien wel een hele dag. Afhankelijk van natuurlijk hoeveel spullen je hebt en hoeveel je gaat wegdoen, opruimen en dergelijke. Maar ik ben echt super blij dat ik er toch nog aan ben begonnen, want... het voelt nu gewoon weer lekker fris. Ik heb gewoon veel meer overzicht over wat er in de kast hangt. Ik heb ook gewoon weer even helemaal kunnen zien wat voor kledingstuk ik heb. Wat ik nog mis. Wat ik nog misschien wil shoppen. En wat mijn herfst- en wintergarderobe dus nog nodig heeft. Tijdens het opruimen van deze kast beseften we ons dat eigenlijk, ondanks dat wij 4 seizoenen in Nederland hebben, dat je het ook een beetje kan zien als 2 seizoenen. Dus lente en zomer bij elkaar als 1 seizoen. En herfst en winter ook bij elkaar als het andere seizoen. Want ten eerste, ik denk niet dat ik zin heb om straks over een paar weken alweer te beginnen aan de
winterorganisatie. Dat ik gewoon liever het liefst met deze kast gewoon door wil gaan. Dus wat we nu hebben gedaan is gewoon de herfstitems. Dus de wat dunnere items, wel nog wat t-shirts. Die hebben we gewoon opgehangen. En de wat dikkere truien die we dus wel alvast uit de opberg eruit hebben gehaald. Die hebben we nog eventjes opgeborgen, maar wel wat dichterbij. Zodat we daar dus straks over een tijdje wat sneller naartoe kunnen grijpen wanneer het echt in één keer koud kan worden. Want zoals je vast wel in Nederland weet, kan het nu gewoon heel erg lekker herfst weer zijn. Of officieel is het nog geen herfst. I know. 21 september was het of wat dan ook. Dan pas is het officieel herfst, maar ik vind het ook niet echt meer zomer. Anyways, zoals je vast wel weet kan de herfst best wel warm zijn. Maar het kan ook in één keer super koud zijn. En dat we echt een beetje van die wintergevoelens hebben. En nu, als dat dus gebeurt, heb ik gewoon alvast mijn truien bij de hand om gelijk aan te doen om me lekker warm te houden. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze opruimvideo. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien of misschien satisfying hoe het zeg maar nu wat netter weer is. Laat me vooral eventjes in de comments weten of in de poll of jij je kast nog moet opruimen of dat jouw kast al die opruim heeft gehad. Lijkt me heel erg leuk om te lezen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video en we zien jullie heel snel weer in de volgende. Doei!